De traditionele heg komt op sommige plekken weer terug. Verschillende natuurorganisaties vragen aandacht voor het belang van heggen in het landschap, omdat dieren er zich vestigen en planten er rondom groeien. De heg als erf- of veldafscheiding wordt dus herontdekt, ook in Nederasselt. Dit is een meidoornstruik. Toen ik het herkende aan de grote stekels. Zeg eens eerlijk, in die stromende regen, leuke klus? Ja, leuker was als de zon had geschenen, dat moet ik eerlijk toegeven. Ja. Te veel regen is natuurlijk minder voor de vrijwilligers. Maar handig voor de heggen, want water is natuurlijk goed voor de planten. Dus gaat de dag van de heg van start. Welkom, we gaan vandaag heg planten. En de vrijwilligers kunnen even schuilen in een tent met een kop koffie. Het is vreselijk slecht weer vandaag. Er is zelfs sneeuw voorspeld. Als het gaat sneeuwen kun je niet planten. Planten kapot, want er valt de sneeuw in het gat en dat begraaf je en het blijft koud. Dus dat moeten we sowieso ophouden. In die nat geregende grond gaat een mix van inheemse planten. Wegedorren, haagbeuken. Middelprijs ben je voor aanschaf van planten 5 euro per meter kwijt, ongeveer. Voordeel van een heg is dat je daar verschillende beestjes, insecten, vogels, paddenstoelen, die kunnen zich allemaal in een heg vestigen. Een heg kan heel erg oud worden. Er staat hier in de omgeving een heg van 350 jaar oud. Het bezwaar, denk ik, als heel veel aangehaald wordt, is dat het natuurlijk onderhoudsintensief is. Ja, prikkeldraad moet je uiteindelijk een keer weer vervangen. Je palen moet je vervangen. Op de hele lange termijn is een heg altijd goedkoper als prikkeldraadraster.